Ieder jaar met carnaval verandert de markt van Eindhoven in de Mert van Lampengat. Daar wordt dan een wedstrijd gespeeld tussen oud FC Eindhoven en legendary PSV. Maar veel belangrijker nog, ook ieder jaar wordt daar de nopkikker uitgereikt aan een voetballer die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Dit jaar worden er voor de eerste keer 2 trofeeën uitgedeeld en wel aan oud-PSV'er Dirk Marcellus, die er helaas niet bij kon zijn, en PSV FC Eindhoven speelster Marlou Peters. Zij kunnen namelijk wel een steuntje in de rug gebruiken. Daar komt het slavenkoor, zak is lekker door en Brabantse nachten zijn lang. Op de keukendeur, even geen gezeur, er staat een paard in de gang. De grote club AZ, ik moet zeggen, helaas niet in staat geweest om 1 afgevaardigde hier naartoe te sturen. Ik vind dit heel jammer. Ik vind het niet alleen jammer voor de mensen in de zaal, maar ik vind het meeste jammer voor de heer Dirk Marcellus zelf. Want die verdient alle lof en ook van zijn club AZ. Ik wil een hartelijk en groot applaus voor Dirk Marcellus. Zou er onderhand ook niet eens een keer een vrouwelijke geblesseerde kunnen zijn in de top van het Nederlandse vrouwenvoetbal? Die vrouwelijke pechvogel, die staat hier naast mij. Dat is Marlou Peters. Ik weet niet hoeveel maanden dat ze al uit de running is, maar ik heb horen zeggen dat het ongeveer 9 maanden moet zijn. Marlou, deze mooie bokaal voor jou. Want ik vind het wel wat hebben als je nu al weet dat je eigenlijk met de voorbereiding van het volgende seizoen bezig bent. Om daar het moraal vast te houden en tegelijkertijd toch training en allerlei meiden de buurt te geven. Pet je af. Dus vandaar deze bokaal, de opkikker. Die heb je hard nodig, want dan kun je volgend jaar weer in het begin van het seizoen er helemaal bij zijn. Hierbij de bokaal. Speciaal. Ik vind het echt een hele eer. Wat vooral belangrijk is, hoe is het met je? Ja, gaat goed. Gaat zeker goed. Kleine stapjes vooruit, maar ik voel me goed en mijn knie voelt ook goed, dus dat is hartstikke fijn. Ja, we hebben gelukkig gewonnen, dus dat geeft natuurlijk al een supergoed gevoel. Maar ja, om van die tribune toe te kijken is natuurlijk, ja, dat is niks. Je wil natuurlijk lekker het veld voetballen. En waar Peters nog een tijdje moet wachten, werd er in deze tent nog vrolijk doorgevoetbald. En we kunnen u verzekeren, het bleef nog lang onrustig in Lampengat.